dacht jij vroeger, waarom wilde jij graag wat met auto's gaan doen? Of wat was dat dan? Nou, de passie ligt bij het feit dat ik als klein kind al opgegroeid tussen de auto's. Ja. Toen op een gegeven moment bij een groot concern gaan werken. En dat was helemaal mijn ding, alleen ik miste nog het laatste stukje zelf doen. Dus uiteindelijk ben ik 10 jaar geleden voor mezelf begonnen. En dan het zorgen, een stukje mobiliteit, klanten omgaan, auto repareren. Dus gewoon het complete verhaal wat daarbij komt. Dus. Wat is het contact dat mensen met jou hebben? Als iemand zegt, nou ik kom vaak bij Roy. En Roy is, of ik ga naar Roy omdat, wat denk je dat ze dan zeggen en waarom? Nou, ik denk dat ze zeggen dat een hele aardige jongen, en die in ieder geval mijn mobiel houdt, zorgt dat ik zorg wordt, dat mijn auto goede handen, gerepareerd wordt, eind van de dag, dat ze met een vandaag kunnen uitrijden. Wij zijn toch eigenlijk wel druk met social media, wij zorgen dat Facebook prima up-to-date blijft. Dat daar gewoon leuke nieuwe dingetjes verteld worden, dat we daar de tips in geven. In de winter geven we tips, zodat je auto start, alles wat er maar tegen kan zitten in de winterperiode, die laten we daar eventjes voorbij gaan. Dat doen we op Facebook, maar dat doen we ook op Twitter en daar zijn we eigenlijk ook wel met Google Plus. En eigenlijk kom je ook weer niet uit op LinkedIn of daar kom je niet onderuit. En op die manier laten we eigenlijk online. Laten we ons bedrijf zien en introduceren we het eventueel en proberen op deze manier een nieuwe doelgroep aan te boren. Volgens jullie ook op die social media? Wordt dat ook echt die verbinding gemaakt on- en offline? Nou ja, op zich volgen de klanten ons ook. En het is ook gewoon leuk dat er mensen op onze social media bedanken voor de goede service. Maar dat gaat ook wel offline met kaartjes en bloemetjes en heel veel gebak. Maar ook... Maar ook toch wel online. En dan vraag ik dan ook gewoon van, joh, deel het graag op onze pagina. Want dat willen eigenlijk onze vertrouwde klanten willen dat weten. Maar eigenlijk ook onze nieuwe klanten willen het weten. Ik denk dat we hier een mooie online-offline combinatie hebben. Social media voor autobedrijven? Ja, zeker. Maar niet onderuit. Ja, oké, 2 keer een jaar.